Democraten, partijgenoten, vrienden. De komende 3 jaar heb ik de eer en uitdaging voorzitter te zijn van deze prachtige vereniging. En ik dank jullie heel, heel hartelijk voor het gegeven vertrouwen, voor de waardering en voor de mogelijkheid om met jullie aan de slag te gaan. Dank jullie wel. En dank jullie, Michiel en Alexandra. Dank jullie wel voor de energie en jullie inzicht en ideeën in deze prachtige campagne die we met elkaar gevoerd hebben. Dat verdient een groot compliment. Dank jullie wel. Want deze campagne heeft echt iets opgeleverd. Meer dan 4000 leden hebben hun stem uitgebracht. 3 weken lang hebben honderden D66'ers met elkaar gesproken over waar we staan, waar het naartoe moet en hoe we er met z'n allen voor gaan zorgen dat D66 nog groter wordt. Want we gaan aan de slag. In maart 2014 gaan de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen weer open. Er staat ons een mooie campagne te wachten, waar we met nog meer mensen in nog meer gemeentes uit kunnen leggen waarvoor wij staan. En dat is een mooi vooruitzicht. Zeker als je weet dat we er in 2006, 6 jaar geleden, nog heel anders voor stonden. 3 zetels in de Kamer zijn er 12 geworden. 5 senatoren, 3 parlementariërs in Europa, 42 statenleden, 4 gedeputeerden, 94 wethouders en 625 raadsleden. D66 werkt. Maar zoals achter iedere succesvolle man of vrouw, een sterke vrouw of man of vrouw staat, is er achter elke succesvolle politicus een sterke organisatie nodig. En ook daar is veel veranderd. Gelijk met de klim is onze politiek enorm geholpen door een steeds sterker wordende organisatie. Trots op waar we staan en met bewondering voor haar resultaten nemen we vandaag afscheid van onze voorzitter die de organisatie bouwde, strak hield en haar voortreffelijk heeft gemaakt. Ingrid, elegant en robuust hielp jij D66 vooruit en we gaan vooruit. We gaan vooruit. Zeker in de afgelopen weken van de voorzittersverkiezing heb ik het enthousiasme, de wil en de passie van heel veel van onze 24.000 leden mogen voelen. En ik ken die energie goed. Ze typeert D66 en D66'ers. Ik voelde die energie in de Statenzaal, aan de tafel van het Landelijk Bureau of als ik folders uitdeelde. Het is die ambitie die mensen drijft iets te willen maken van dit land. Het geloof in de eigen kracht van mensen. Het geloof in democratie. Het belang van onderwijs, duurzaamheid. De vrijheid om voor jezelf op te komen en te zijn wie je bent. Een sterke partij, een warme vereniging en een krachtige organisatie horen die energie te benutten en in te zetten voor de successen van onze idealen. Daar zetten wij ons voor in, daar zet ik me voor in. De komende jaren maken wij onze partij sterker, zodat we op alle plekken in de samenleving een krachtig en concreet, zoals Alexandra het in de campagne terecht noemde, een krachtig en concreet geluid laten horen. In raden en staten, maar ook de D66'ers die actief zijn in oude raden, in bewonersverenigingen, bij raden van toezicht en op al die plekken waar de samenleving functioneert buiten het politieke, moeten we kennis en ervaring kunnen gaan delen. We zorgen voor een warme vereniging, gezellig. Bij D66 is het altijd gezellig. Maar wel een vereniging waar je in de gaten hebt dat je lid bent van een politieke partij. Waar je bijdraagt. Waar je meedebatteert op politieke avonden zoals bij Pasta en Politics, DKV's, ronde tafels, themagroepen, huiskamerdiscussies. Maar ook online kunnen we ideeën opdoen, argumenten verzamelen en met elkaar aan de slag gaan om onze standpunten scherper en weerbaarder te maken. Dat kan met de voorbeelden die mooi zijn omschreven in de whitepaper Denk en Handel Digitaal.
of de handige tool voor creatie en ideevorming die de afdeling Heerenveen heeft laten maken. Zo hoort het. Zeker bij ons. Zeker bij D66. Want democratie betekent ook dat de politiek niet alleen is voorbehouden aan politici. Politiek is van iedereen. We maken een krachtige organisatie die politici op alle niveaus helpt het beste uit zichzelf en uit het land te halen. Want volksvertegenwoordiger zijn is een vak. Een ambt is een beter woord. Waar je je voor inzet, meer dan wat van je wordt verlangd. En meer dan op papier wordt toegegeven. Ik vind dat onze partij onze mensen meer mag helpen dat prachtige ambt te vervullen. Moet helpen. Met training, coaching en steun wanneer het nodig is. En tegelijkertijd, zoals Michiel zei tijdens een van de debatten, de voorzitter van een politieke vereniging is ook een beetje de vakbondsleider voor politici. Laten zien wat voor goed werk onze raadsleden en statenleden doen en ze helpen daar nog beter in te worden. Democraten, pragmatici noemen ze ons. Als ze daarmee bedoelen dat we de makkelijkste oplossing kiezen, dan zitten ze ernaast. Als ze daarmee bedoelen dat het niet om ons wat, maar om het hoe gaat, dan zitten ze ernaast. Wij kozen maar wat vaak voor de moeilijkste onderwerpen. In discussies over de huizenmarkt, het pensioenstelsel en het omgaan met een begrotingstekort liepen we 4 tegen de wind rechtop. Zoals we dat deden in de moeilijkste discussies over vrijwillige levensbeëindiging. De regulering van abortus, het kunnen trouwen van homo's, verstandig omgaan met het milieu en ja, ook het functioneren van de democratie. Dat deden we uit passie en idealen. En dat deden we als partij. Niet omdat iemand het vroeg, maar omdat we allemaal ongerust waren. Democraten, we zijn een sterke vereniging van gedreven mensen die geloven dat dit land beter wordt als we iedereen helpen voor zichzelf en voor zijn naasten op te komen. Als mensen hun eigen afwegingen kunnen maken. Met z'n allen zijn we een organisatie en een vereniging die op veel manieren zich in zal zetten om Nederland vooruit te helpen. Daar moeten 24.000 paar schouders en verder iedereen die ons wil helpen zich voor inzetten. Dat kunnen. Die mogelijkheid, dat zie ik als mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof, ik vertrouw op de eigen kracht van mensen. En ik geloof en vertrouw op de eigen kracht van D66. Dank jullie wel.